Hallo, dit is Ilse, fotografische werkplaats. Niet op de werkplaats, maar vanuit mijn eigen atelier. En ik wil je laten zien hoe ik stempels maak van linoleum. Ik gebruik altijd nog het ouderwetse carbonpapier om met een balpen tekenen de tekening door te drukken op mijn linoleum. En daarna werk ik het uit met een stift. Ik hoop dat je ook nog carbonpapier hebt, anders kun je het gewoon tekenen natuurlijk. Wat een handigheidje is, is om even na het gutsen rondom de afbeelding een lijntje te gutsen, zodat dat daar wat dunner is en dan kun je het heel makkelijk snijden, ook al is het rond. Je kunt het zelfs knippen als je dat wil. Ik heb vandaag allemaal maskertjes gemaakt, want ik wilde graag drukken over overgebleven proefdrukken en mislukte afdrukken van een boekje wat ik onlangs gemaakt heb op de risograaf. Meestal vind ik die prints toch te mooi om weg te doen en dan ga ik er nog lekker in tekenen en dan maak ik er weer eigen variaties op. En vandaag dacht ik, nou, dan ga ik er eens een keer op drukken met een linodruk. Ik gebruikte daar op water gedragen inkt voor. Dit is speciaal voor linoleum drukken, dat had ik nog staan. En dan rol je het gewoon goed in. Op een perspex plaatje in dit geval, makkelijk schoon te maken. Glas kan natuurlijk ook. Als je het ingeïnkt hebt, leg je het op je afbeelding. En dan ga je er echt goed op drukken met je hand. Je zet je hele gewicht erop als je het op de grond kan leggen en erop kan staan. Ook prima. En dan haal je het voorzichtig eraf. Het papier was nogal glad, dus de kans dat het gleed tijdens het drukken was groot. Dus ik heb het ook op apart papier gedrukt, namelijk rijspapier. Dat kan ik dan weer uitknippen. En dan heb ik een los maskertje, wat ik dan weer op de risoprint kan plakken. En dan ga ik er waarschijnlijk wel weer overheen tekenen. Nou, ik was lekker bezig. Dus toen dacht ik, hé, ik maak weer eens een shirtje. Dat is vast grappig met al die maskertjes erop. Dat heb ik tijdens mijn academietijd heel veel gedaan. Toen heb ik dat ook ontwikkeld om die stempels te maken. Hier heb ik nog op leer gedrukt. Ik dacht, het is misschien leuk om daar aparte patches mee te maken. Kan je nog op borduren of kleur aan toevoegen. Nou, om alles bij elkaar te rapen vandaag, kwam ik een heel mandje tegen. Met allemaal stempels die ik ooit gemaakt heb. Voor t-shirts. Om af te drukken in klei heb ik ook gedaan. Gaat heel erg goed ook. Nog meer t-shirt spul. Dus ik dacht, nou, dan ga ik ook maar even een t-shirt bedrukken. Althans, een saai jurkje wat ik nog had. En daar heb ik losse stempels voor gebruikt. Die je dan weer kunt combineren. En op de juiste plek kunt drukken. En dus kun je sommige dingen herhalen. Sommige dingen net weer anders, dus je kan elke keer een nieuw beeld creëren. Helaas is dit dus andere inkt op terpentine basis, op oliebasis. Met terpentine schoon te maken, moet ik eigenlijk zeggen. Dat doe ik omdat het beter houdt in de was. Dat andere was je er gelijk uit. En deze inkt houdt prima als je het eenmaal gestreken hebt. Goed laten drogen, flink heet strijken. Poosje strijkbout erop houden, een minuutje of twee. En dan houdt het in de was. Dit is inkt. Heb ik nog van een oude drukkerij gekregen. Je weet nooit wat erin zit. En het maakt altijd weer een aparte kleur. Wat je ook kunt gebruiken, wat veel beter voor het milieu is, is speedball inkt. Uit Amerika. Holly kan je daar wel aan helpen. Ook bekend bij de werkplaats. En die is wel op milieubewuste basis.